Doet het pijn? Heb je er spijt van? En hoe oud was je? Altijd dezelfde vragen. Er zit allemaal geen verhaal achter bij mij. Daarom heb ik ook bla bla. Ik wilde gewoon kleurrijke plaatjes. Het is zonder verhaal. Gewoon mooie inkt. En ja, ik ben er op mijn 18e mee begonnen. Natuurlijk daar waar je het niet zag. Ik werkte bij Chanel in de boutique in Amsterdam. Tot ik bla bla. En toen na een jaar of zo kreeg, of twee jaar, ik weet het nog niet eens. Had ik plots die erbij. Nou ja, plots. Nee, ja, een beetje spontane actie. En toen mocht ik daar niet meer werken. Toen was het afscheidscadeau was van... wilden ze mij een zonnebril geven als Chanel. Ik zei, nee, ik wil tatoeages afscheid. En dat is deze geworden. En dat was ook een spontane actie. Ik ging met mijn tatoeëerde Joris gingen we eten. Zouden we, en hij zei, ja, of we kunnen je nek doen. En daarna zijn die erbij gekomen. Want je hebt natuurlijk ook mensen die aan de zijkant lopen. En aan de achterkant. Dus het moest wel even compleet. Je bent niet meer anoniem. Mensen kijken altijd naar je. Ik zou best wel eens willen weten hoe het is zonder. Maar het is of ik het opnieuw zou doen. Misschien wat later in mijn leven. Happy go lucky. Het doet altijd wel pijn. Sommige plekken zijn pijnlijker. En sommige tatoeages zijn natuurlijk groter en gedetailleerder. Ja, deed pijn.